Patrick, hebben jullie fouten gemaakt? Ja. Ja, we hebben zeker dingen gemist. Een van de dingen waar we echt achter zijn gekomen is dat we zijn best goed in het matchen van jonge koppels. Ja. Ja, dus mensen die in de levensfase starter zitten. Nou ja, Jeppe en Jantine bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar waar we niet zo goed in zijn, en dat speelt al jaren parten, zijn de oudere koppels. Nou, het is met name lastiger als mensen langer alleen zijn. Als je in een relatie zit en je doet iets wat niet kan of niet netjes is of niet prettig is, dan word je door een partner gecorrigeerd. Ja. Hoe langer die periode van alleen zijn is, hoe minder correctie je door je omgeving krijgt. Dus je staat, met andere woorden, niet meer open voor een ander. Ja. Minder. Eén ding komt steeds terug en dat is aantrekkingskracht. Ja. Ja. Ik vraag het ook wel eens als presentator van het programma. Ja. Van, en hoe moet hij eruit zien of hoe moet ze eruit zien? Ja. Ik geloof dat jullie dat ook liever niet hebben. Nee, dan worden we heel nerveus. Ja, worden jullie altijd heel erg nerveus. Ja. Hoe kijk jij daar nu naar? Ja, aantrekkingskracht is natuurlijk heel belangrijk. Maar dat is nou net het onderdeel wat ontzettend moeilijk is om dat echt goed aan te kunnen sturen. Maar we kunnen daar wel veel meer in gaan doen om te kijken van wat is nou absoluut niet aantrekkelijk. Dus je draait het om eigenlijk. Ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Wat je moet voorkomen is dat je mensen een soort wensenlijstje laat opstellen en zeggen van ja, ik wil geen kale man. Ik wil iemand van een bepaalde lengte. Ik wil iemand met een bepaalde haarkleur. Als je dat gaat doen, dan gaan mensen ook letterlijk verwachten dat dat wensenlijstje geleverd wordt. Ja. Als iemand 10 punten mag opgeven en je voldoet eraan 9, dan worden we aangesproken op dat 10e punt. Dus begin gewoon niet aan een wensenlijstje. En wat we gaan doen, we zijn met een hogeschool bezig om te kijken dat we dus het onbewuste stuk in wat vind jij aantrekkelijk, dat gaan we meten. Ik vergelijk het altijd, je zit in de auto, je ziet een man of vrouw op het trottoir lopen en je denkt, ik moet nog een keer kijken. Ja. En dat fragment, dat gaan we technologisch pakken. Waarom is dat vroeger niet gebruikt in het experiment? Je merkt ook dat technologie ontwikkelt. Vandaag de dag hebben we natuurlijk technologie met eye trackers, met computer, met software, waar we veel meer dingen mee kunnen doen. Ja. Er zijn ontwikkelingen die ons echt wel op het juiste spoor zetten. Er wordt wel eens gezegd, Patrick, dit programma is helemaal niet wetenschappelijk. Wat zeg jij dan? Klopt. En die durf ik ook wel te onderbouwen, want zeg maar, dit is eigenlijk een experiment gebaseerd op wetenschap. Maar dat betekent niet dat alles zeg maar, wat wij doen wetenschap is. We zijn experts. Hmm. En we zijn bezig om te kijken wat is daar buiten in die wetenschap allemaal voorhanden. Seksuele wetenschap, psychologie, sociale wetenschappen, matchmaking. Of vanuit de biologie, maar ook vanuit de geneeskunde bijvoorbeeld. We kijken heel breed wat is er beschikbaar. Hoe mooi is het dat je letterlijk naar die wetenschappelijke wereld kijkt. Dat je kijkt wat wordt er allemaal onderzocht. Mm-hmm. En dat je dan vervolgens zegt, ja, maar dat gaan we meenemen. En op basis daarvan gaan we kijken of we mensen kunnen matchen. Een programma als dit kan natuurlijk ook heel veel kritiek krijgen. Ook bijvoorbeeld dat het onethisch zou zijn. Anne. Ja, dat raakt me ontzettend wanneer de term onethisch samen wordt gebracht met dit programma. Want dat zou ook ergens doen vermoeden dat we op een manier bezig zijn dat we moedwillig kandidaten een bepaalde richting op willen sturen. Even voor de goede orde. Jullie bepalen als experts wie dit experiment aangaan. Ja, niet de tv-makers. Nee, precies. Deze vier mensen. Ja. En niemand anders, deze vier mensen, die maken de matches. Ja. Ja. Het gaat ons echt om dat deze mensen de liefde vinden. En als dat niet lukt, dat ze in ieder geval zelf een hele mooie ontwikkeling aan overhouden. Ja. En dat is puur waar wij het voor doen. Jullie hebben ook een pittige tijd meegemaakt als expert. Dit was het. Ik dank jullie voor dit gesprek.